Je moet echt meneer Duchamp en meneer Beursiens om geld vragen voor die schilderijen die we voor ons maakten. We hebben niet eens meer genoeg geld om een brood te kunnen kopen, laat staan om een huwelijk te betalen. Rustig Sophie, komt wel goed. Ze hebben me beloofd dat ze het zullen betalen en wel zo snel mogelijk. Ja, maar dat was al een jaar geleden. Wanneer gaat er nu eens eindelijk iets van komen? Oh David, ik kan niet wachten op onze huwelijksreis. 7 dagen samen naar Parijs, wat een droom! Ik kan ook niet wachten, maar over die 7 dagen, ik heb op donderdag een afspraak met meneer Pieters en die kan ik echt niet missen. Het zullen 5 dagen moeten worden, het spijt me echt. Was David maar hier bij mij nu? Maar ja, hij is weer eens druk bezig met zijn werk. Dit is niet echt hoe ik mijn huwelijksreis had voorgesteld, maar ja, het zal denk ik toch zo moeten als David moet werken. Je weet toch dat een man als Eduard veel vrijheid nodig heeft? Nou, natuurlijk weet ik dat, ik ben ermee getrouwd. Dus je begrijpt dat zodra je weer begint met het schilderen van andere vrouwen, dan moet je bereid zijn om hem een zekere vrijheid te geven. Echtgenoot uit Arnhem. Maar dat ben ik. Ik ben 23. En ik ben getrouwd met een man die me nu op de achtergrond van zijn leven heeft geschoven. Ik word zo'n treurige, verbeterde vrouw in de keuken waar niemand ooit oog voor heeft. Created using Powtoon.